Mijn naam is Johan Slager. Ik ben eigenaar van aardappelverwerkings- en teelbedrijf Pieperlijn Holland, tussen het Ammerland. We telen 140 hectare aardappels, met name rood gedeelte agria's, voor zelf te verwerken in de eigen schilderij. Sinds 2001 hebben we de agrivak ZA3400 gehad. Die was 40 meter breed, ook met HTA-systeem. Daar hebben we 12 seizoenen met gesproeid. Nou, dat is zeer goed bevallen. We hebben gekozen voor de agrivak Condor met HTA-systeem, eigenlijk omdat we dan één soort doppen werken. Met fijne, middel en grove druppel wordt automatisch geregeld. Op zich werkt dat heel goed. Een besparing op de middelen van 20% is makkelijk haalbaar. Daarnaast heb je grote capaciteit met de machine. Hij is 45 meter breed. En ja, dat werkt gewoon heel prettig. We zien alles op GPS gebeurt. Heb je gewoon verschrikkelijk veel capaciteit. En kun je in een korte periode kun je alle percelen spuiten. In totaal doen we zelf een 140 hectare teelt. En daarnaast doen we nog een 60 hectare aardappel bijhouden voor loonwerk, spuitwerk. Dus in totaal spuiten we een 200 hectare per week. Dus dat bevalt heel goed. Ook qua opstarten met de machine, we hebben totaal geen problemen gehad. Het ging in één keer eigenlijk vanzelf. Wel hebben we heel veel geleerd van de gebruikerscursus. Wat eigenlijk bij Agrivak in Steenwijk gegeven is. We zijn daar samen geweest en ja, daar wordt de machine goed uitgelegd en wat eigenlijk voor de gebruiker een heel interessante dag was. Ik ben Theo de Nemmersman. Ik werk bij Pieperlijn Holland. En dat doe ik al een aantal jaren. Ik spuit dit jaar voor het eerst met een Condor. Nou, we kunnen de spoorbreedte verzetten van 1,60 naar 2,25. In de bieten spuiten we op 2 meter. En de aardappelen spuiten we eigenlijk 2,25 altijd nu. Nou, de cabine is, dit is een ruime cabine. Je hebt een mooi zicht. Er is veel glas, dus je hebt echt een super mooi beeld. Over die gewas en je ziet het allemaal gewoon goed. Er zit dus een camera onder mijn cabine. En waar ik een mooi beeld heb wat er gebeurt onder mijn cabine nog. We hebben xenonverlichting op de cabine zelf. En waarvoor we ook s'nachts een mooi beeld hebben van licht. We hebben nog onder de bomen hebben we nog extra opties. Dat zijn lampen die schijnen 50 meter links en rechts. En dus dat we ook nog een mooi beeld onder de spuitboom krijgen. En ja, het rijdt gewoon fantastisch met dat ding.